De vergadering van de Nationale Assemblée, die vandaag om 11 uur was uitgeschreven, heeft geen voortgang gevonden wegens gebrek aan quorum. DNA-voorzitter Marinus B. deed na meer dan 2 uren de mededeling dat de bijeenkomst niet de status kon krijgen van een vergadering. Het parlement heeft 26 leden nodig om rechtsgeldig te kunnen vergaderen, maar vandaag hadden slechts 23 leden de presentielijst getekend. Deze namen zijn door de griffier opgelezen. Op agenda stond de behandeling van 5 wetten, onder andere de vaststelling van een nieuw burgerlijk wetboek, aanpassingswet nieuw burgerlijk wetboek en de behandeling van de algemene termijnenwet. Voorzitter B. bood de regering zijn verontschuldigingen aan, aangezien ministers op tijd aanwezig waren voor de vergadering.